Goed, de vraag. Welk boek vind ik heel erg aardig? Dan is dat het boek De Oerpolder van Hielke Speerstra. Het boek speelt zich af in een gebied in het zuidwesten van Friesland, tussen Workum en Koudum en Gaasmeer. En in het boek komen allerlei aardige en wonderlijke personen ter sprake. Eén deel in het boek wil ik nog even vertellen, want dat vind ik dan wel grappig. Er was een begaafde jonge man die, zei men, heel goed kon preken. En die ging naar Gaasmeer en daar zou hij een kerkdienst leiden. Hij had alles prima voorbereid. En toen hij eenmaal op de preekstoel stond, keek hij zo naar beneden en hij zag vooraan een heel mooi meisje. Je begrijpt het al, die kerkdienst is niet helemaal verlopen zoals hij gedacht had. Hij raakte helemaal de tekst kwijt. De ouderling liet nog liederen zingen. En de happy end is, na afloop van die dienst wachtte het meisje hem op. Ze raakten in een zeer geanimeerd gesprek. Zij stelde toen voor, en dat was in die tijd, ik spreek over rond 1900. En toen stelde zij voor om hem voor te stellen aan haar familie. Dus hij ging mee met haar direct. En hij viel ontzettend goed in de smaak met de familie. Ze zijn getrouwd. Er werd een nieuwe boerderij voor die twee gebouwd. En ik logeerde als jongen heel vaak in die boerderij. En dan dacht ik aan dit verhaal.